Grappa. En welkom allemaal. Welkom in een nieuwe week. Welkom in een nieuwe aflevering van Gewoon Geens. Dat ben ik. Ik babbel even en dan speel ik een liedje. Voor deze week ben ik flink gebruind. Ik hoop dat iedereen ook een beetje kunnen genieten heeft van de zon. Dat het niet al te warm was voor de meeste mensen. Ik was een paar weken geleden vergeten hoe warm dat 25 graden was. Ja, heb ik mij beklaagd deze week. Maar ja, ik heb met de motto gereden. Ik ben van alles gaan bezoeken. Ik had vooral in de eerste twee... in de eerste twee, drie dagen of zoiets, ben ik 2 dagen gaan lassen. En dus blijkbaar, als je gaat lassen, dan moet je lange mouwen aandoen. Want dat maakt ook UV. En daarvan bruint je. Alleszins, bruine was het niet echt. Ik kwam de tweede dag thuis en ik was kreeft. Dus... ja, een tip voor iedereen die een keer binnenkort wilt gaan lassen. Draag lange mouwen. Hè? Er is een reden waarom dat zo'n lasvest lange mouwen heeft. Dat is daarom. Ik dacht, ja, misschien hebben die mensen altijd kou of zo. Hè? Ja. Ja, voor de mensen die niet helemaal mee zijn met... Allee, waarom ben ik aan het lassen? Wel, ik ben aan het lassen aan de mobiele cocktailbar voor Origins, eigenlijk. Origins, waarvoor dat ook binnenkort de bottled cocktails terug beschikbaar komen. Maar ja, er is het een en ander aan het bewegen, dus allee, binnenkort. Ik gok nog een week, 2 weken max. En dan gaan die allemaal terug beschikbaar zijn. Intussen zijn we ook bezig met een aantal workshops in te plannen, met caterings in te plannen. Ja, het is zeer leuk, zeer leuk. Dus wat wou ik daar dan nog van zeggen? Goh. Ja, het is heel leuk. Houd dat een beetje in de oog. Alleszins, ja, dus dat meubelje, het mobiele barmeubel, dat komt van pas ook voor video's. Binnenkort ga ik daar iets mee doen. Ik ga daar misschien ook een klein video van maken, zo'n klein montagefilmpje of zo. Ik heb wel een paar kleine dingetjes, vooral de slow-motion vonkjes en zo. Dat is altijd leuk om te doen. En ook slow-motion lassen, dat is keineig. Dat wist ik niet dat dat zo cool was. Dat is spooky, alleszins. Wat dat ook spooky was, was deze week een stad in Wallonië. Waar dat vroeger was het daar oorlog. Allee, was het overal oorlog hier in 1914. Maar daar zijn de Duitsers binnengevallen. En dan zeiden de lokalen waarschijnlijk iets in een aard van sacrebleu. En nos koek, alors. En onze koeken. Dan. Of zoiets. Ja. Alleszins. Dinant. Is die stad in Wallonië, waar ik naartoe ben gereden. Ik ben al lang fan van Dinant. En ik heb dan ook gehoord... dus wij kennen dat al lang, de koeken van Dinant in onze familie. Want mijn overgrootmoeder die was daar al zot naar. Dus dat zit waarschijnlijk in het DNA, waardoor dat wij de koeken van Dinant zo lekker vinden. Ja, ik ben daar al naartoe geweest met mijn vriendin, want dat is altijd leuk om... dingen te doen samen. En nu vindt zij dus ook de koeken van Dinant geweldig lekker. Dus ja, we gaan nog af en toe een keer naar Dinant gaan. En ja, voor de mensen die niet weten hoe dat zo'n koek eruit ziet, ik had er redelijk veel mee. Er zijn al redelijk wat op ook. Dat is super hard. En ik heb er hier eentje in de studio. Hier. Namelijk. Een koek van Dinant, dat is niet gelijk zo'n klein koekje en je doet de paksknopen. Nee, dat is een koek van Dinant. En hier zie je Dinant en de citadel. Dus hier zijn we geweest en hier ook. En dat is die brug in Dinant. De bakker wat dat je moest zijn, Jacobs, is hier om de hoek. En even gewoon een shout-out. Daar tegenover is een geweldig klein winkeltje met speciaal bieren. Allemaal zo craftbieren en zo. Die mens is gepassioneerd daardoor. Dat is fantastisch voor die mens zijn uitleg te horen geven. Let wel, het is de linkse winkel, niet de rechtse. Want de rechtse is zo de commerciële variant. Zeer jammer allemaal. Maar alleszins, de linkse was er eerst. Gaat daar naartoe. Dat is ineens ook de zoon van de bakker of zo. Ja, het is zoiets, hè? Familie van. Dus ja, dat is de koek. En luister, hè. Dat is een koek.
Daar kun je al een keer wat langer op bijten dan zo krak, krak en het is binnen en het is op. Het is niet dat ik hier met deze, zelfs met deze koek, hè, dat is dan de grootste dat ze daar hebben. Het is niet dat ik met deze koek een volledige film kan zien. Ik denk dat die een op is in toch een half uur, 40 minuutjes. Dus ja, het zal een kort film moeten zijn. Ja, ik ga dat niet filmen. dat ik die koek op eet, dat is gewoon veel te lekker. Hè. Het ding is ook, dat is niet super dik, hè, zo'n koek. En op sommige plekken is hem dikker als op andere. En de smaak gaat ook mee. Dus ja. Voilà. Voor mensen die denken, goh, maar zo'n harde koeken, dat is niks voor mij. Wel. Ik heb een truc gekregen. Een tip gekregen voor een truc. Het is een truc, het is een ding. Je kunt van alles doen met die koek. Namelijk, als je denkt, ja, ik krijg dat niet gebeten, want mijn tanden zijn zwak. Amateur. Legt zo'n koek, je breekt daar een stuk van met een hamer en een bijtel, of gewoon breken. Voilà. En je legt die in de microgolf. En je zet die aan voor een minuut. En dus dat is gewoon tarwemeel, tarwebloem en honing. Dus wat doet die honing? Die worden wat slapper. Dus gans die koek wordt slapper. En dan kun je daar gemakkelijker van knabbelen. Voilà. Allee, ik eet hem gewoon op, zo, zonder... het kan ook zijn, als hem redelijk hard is, dat je scherpe kanten hebt. Je zal niet de eerste zijn dat hem daarop snijdt. it happens. Hè? Voilà. Wat er ook gebeurt, is natuurlijk het liedje van deze week. En dat is Danse Macabre van Ghost. En Ghost, dat is een groep... die verkleden nu nogal eens een keer graag in pausen en al, en skeletten en zo. Allemaal griezelige dingen. En dan maken die een soort ABBA-metal. Dus dat is ook van die kanten, denk ik. Dus dat had ik kunnen opzoeken. Dat heb ik weer al niet gedaan. Er zit ook een stuk in, een solo-stuk. Ik zal dat hier van onder ook zetten. Dat is solo. Hè. Dan kunt jij... zelf uw solo spelen op dat stuk. Of gewoon zo... Miauw, wieuw, 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 doen. Dat mag allemaal. Voilà. Dan ga ik dat gewoon spelen. En dan een beetje buiten gaan staan. Want het is hier redelijk warm. Mocht er gezweet worden in deze aflevering, is het door de weerman. Dat is die zijn schuld. Ja. Allee. Als die Mark van Rans de schuld krijgt van de coronapandemie, dan krijgt de weerman, of de weermannen, of de weermensen de schuld van de warmte in de zomer. Dat lijkt mij logisch dan. Danse Macabre van Ghost. Soon be hearing the chime, close to midnight. If I could turn back time, I'd make all right. How can it end like this? There's a sting in the way you kiss me. Something within your eyes, it could be the last time, for it's over. Just wanna be with you in the moonlight. Just wanna be with you, alright. It keeps on giving me chills, but I know now. I feel the closer we get to the last vow. How can it end like this? There's a sting in the way you kiss me. Something within your eyes, it could be the last time, for it's over. Just wanna be with you in the moonlight.
I wanna be with you, alright. Just wanna be with you. One last time to the ancient rite. Wanna be with you, I wanna be with you all night. Dat is dus dans macabre. Je kunt daarop dansen en macabre op dansen en al. Dat is gelijk als je wilt. Je kunt ook een regendans doen. Dat zou ik bijvoorbeeld aanraden vanaf woensdag of donderdag. Naar het schijnt. Ik heb dat van horen zeggen. geniet van de zon. Smeer je in. Want anders zijn ze verbrand en al. Ja, tot volgende week. Voor een, nog een liedje dat jonger is dan 5 jaar. Net zoals dit. Alright, doei. Volgende week. Tadaa.